na de tijd heeft. Dat is, lijkt me voldoende voor deze afstand en op deze mogelijkheden. Heel veel succes. Mark gaat nog even het woord voeren. Ik heb niet gevolgd wat je allemaal gezegd hebt, Toon, maar vanuit mijn kant wil ik je heel veel plezier en succes wensen. We hebben natuurlijk een hele periode gehad dat dingen niet konden. Het kan wel zijn dat je anderhalf jaar geleden hiervoor hebt ingeschreven. Het verrast werd dat je vandaag weer aan de start mag staan. Ga er dik van genieten. We hebben een parcours waar echt alles in zit. En zeker in het begin doseren, want daar zit echt een hele pittige stukken in. Je mag het klimdaan dit keer af, waar je normaal gesproken finishen. Dat is na een kilometer of 9. Hele mooie passage. Twee keer over het strand, windje in de rug daar. En vooral ook het laatste stuk nog even lekker hier naartoe. En dan kom je hier weer onder de finishboog. Rode pijlen en oranje linten, dat is hoe we het hebben uitgezet. Dan kom je in principe na 35 kilometer weer hier aan de finish. Er zitten 12 man van ons op parcours om te zorgen dat alles goed verloopt. Als je tegenkomt, high fives geven mag weer. Dus zeker doen. En goed om jullie straks weer aan de finish te zien. Goed, wat mij betreft gaan we aftellen voor de start. Aftellen beginnen. We zijn die minuut die we net te veel hadden, hebben we nu ook. Dus precies 15 minuten na de eerste startgroep gaan jullie op weg. 3, 2, 1. Heel veel plezier, top! Mark, succes hè! Veel plezier, succes! Plezier! Tot ziens! Kijk uit! Straks hè!
volgende loper is gesignaleerd. We zitten dus de laatste 20. Hey, dat is super! Hoe ging het? Goed. Ja? Ja hoor. Genoten van onderweg, hè? Oh, nou dat is belangrijk. Super. Altijd filmen. Ja, leuk hoor. Sorry dat je zo lang moest wachten. Ja, maakt niet uit, joh. Maakt niet uit. Top, hou. Ik ben binnen. Sorry. Pas gefeliciteerd. Top gedaan. Ja, ja, sorry. Bye.